leuk je kijkt naar een nieuwe video. Ik zit in een rijdende auto. Siegel rijdt me even erheen. Ik heb stress, hè? Ik heb een beetje stress. Ik heb een Lowlands. En ik kan op zich nog wel wat leuke outfits gebruiken. En we gaan eens even op zoek in de kringloop. Onderweg naar Purmerend. Daar is natuurlijk de Noppes. Daar ben ik al een tijdje niet geweest. Al langer nog kan, want ik weet niet of je mijn vlog hebt gezien. Maar Noppes is overgenomen door Rataplan. Dus Noppes gaat weg. Het filiaal bij mij in Zaandam per 1 januari. Dus het kan zo zijn dat een ander filiaal op een ander tijdstip is. Of een andere maand. Of misschien eerder, later. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, Noppes gaat weg. En ik ga Noppes enorm missen. Want Noppes is natuurlijk fantastisch met mega gevulde winkels. En Rataplan is eigenlijk net een andere visie. En die andere visie is dat ze gewoon wat minder gevuld zijn, de winkels. En dat is helemaal prima. Maar ik... een voorkeur. Ik heb wel een voorkeur. Kijk, daar zijn we. En hier staat het ook inderdaad. Per 1 januari wordt het gewoon Rataplan. Dus ik denk eigenlijk dat... Oh joh, er staat vrijwilligers kerstafdeling gezocht. Ik denk dus dat het gewoon allemaal per 1 januari is. Maar let's go. Het eerste waar ik bij binnenkom is voor mijn gevoel een beetje feestelijk. Dus daar gaan we meteen eventjes bij kijken. Misschien wel een beetje festivalachtig. Kijken wat we tegenkomen. Spannend. De laatste keer dat ik hier ben is het wel veranderd. Want toen ik er nog was stond het nog zo. Maar ik ben echt al een tijdje niet geweest eigenlijk. Oh, en iets trekt me meteen heel van een sieraden. Want wat is dit? Oh nee. Ik dacht helemaal dat het iets heel erg vets was. Maar we gaan weer even terug. En ze hebben ook leuke klein goed dingetjes hier. En deze heb ik gewoon gehad. Zo leuk. En deze is ook echt zo cute. Maar ik heb het niet nodig. Maar echt heel erg leuk. Oké, nu weer naar de kleding dus. Ik ben dus eigenlijk op zoek naar gewoon een beetje festival-ish. Bijvoorbeeld iets grappigs. Stel een leuk topje, een leuk rokje. Een kanten item ook altijd heel erg leuk. Dit is not it for me, maar op zich wel geinig het kantje. Ik zie nu hier ook... Oh nee, die vind ik niet zo heel erg leuk. Ik ga ook echt weer een beetje van hot naar her. Dat heb ik altijd als ik echt specifiek hoop iets te vinden. Oh, dat vind ik ook echt heel erg prachtig. Maar eigenlijk moet ik het gewoon een beetje loslaten. Moet ik gewoon lekker overal een beetje kijken. En dan kijken gewoon wat ik tegenkom. Oh, ik zou hopen dat ik dit pas. Maar ik ben bang van niet. Maar wacht even. Korte setje. Oké, dat is een M. Maar een M van een top gaat al vaker. Maar een M van een rok meestal niet. Oh, het is zelfs een XS. Dat past helaas niet, maar dit had zo leuk geweest. Ik werd even getrokken naar deze schoenen, maar ze zijn helaas niet zo leuk. Maar wel echt heel erg chill om even bijvoorbeeld goede, leuke schoenen te vinden die al een beetje afgetrapt zijn. Die je dan gewoon echt helemaal aftrappen kan. Of dat ze dan leuk zijn met een bepaalde look. Maar oh, wat een cuties. Schattig. Ja, ik heb natuurlijk laatst echt allemaal kringloopschoenen gevonden. Of allemaal, letterlijk twee. Maar ik was er echt heel erg blij mee. Maar daarvoor vond ik eigenlijk nooit kringloopschoenen. Maar nu werd ik weer een beetje getrokken naar deze kleur. Ik vind het niet zo leuk dat hij zo de hoogte in gaat. Maar dat is weer de laatste tijd weer helemaal hot and happening. Maar ik heb er gewoon echt niks mee. Oh, deze zijn echt enorm schattig. Ik denk dat die een heel klein maatje zijn dan. 37. Nou, ik vind dit zo cute. Echt heel erg leuk. Wat zien we hier nog? Oh, maar 42. Sorry, maar deze zijn echt wel een vibe. Het is echt zo Y2K. Leuk, 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 leuk. Hier zijn allemaal een beetje wat grotere maten. Dat is fijn. Ja, ik vind dit hakje dan net weer niet leuk. Dit ziet er ook wel oké uit. Ja, die hak maakt het dan net weer niet helemaal hot. Maar wel echt, ik vind deze echt super, super leuk. Maar ik denk dat 42 net te groot is voor mij. Nou, ik zie nog even deze. Ja, 40. Ze oogde iets groter, maar ik denk dat het komt door de punt. Maar moi. Even kijken bij de kledingtoppers. Ik vind het altijd heel grappig. Ik ben altijd zo benieuwd wie dat bepaalt, wie de kledingtoppers zijn. Want het gaat meestal om de merken. En vaak moet ik zeggen, zijn het wel, hebben ze wel gelijk. Maar opeens hangt Cool Cat ertussen of zo. Vera Moda.
van met ook best wel een prijskaartje. Dat ik denk, oh, een man heeft dit waarschijnlijk gedaan. Maar bijvoorbeeld hier, Marco Polo. I get it, weet je wel. Gary Weber, snap ik op zich ook wel. Mangootje, ja, is dat nou echt een merkentopper? Nee. De rattenplan is er al hoor, jongens. Oh. Dit zal maar waarschijnlijk iets van een vintage merk zijn. Gant, Vanilla, Kenzo. Ja, Kenzo dan weer wel natuurlijk. McGregor, Oliver. Waar ben jij van? Cool Cat, ik zei het. Grappig. En nee, dat zag ik niet eerder. Dat zag ik dus net voor het eerst. Echt heel funny. Maar het is echt bijna altijd zo. Bijna iedere keer zit er wel iets van Cool Cat tussen. Leuk rode jasjes, ook wel leuk, maar het is gewoon te warm. Maar ik vind het wel echt een heel leuk festival item. Gewoon zo'n gekleurd jackie. En wat een aantal mensen trouwens niet weten van deze kringloop. Dus als je hier de hoek om gaat, links, daar staan eigenlijk de grote meubelen. Maar daar hangen ook de lange jurken. Dus daar gaan we ook zo even kijken. Okay, aan de andere kant van de merkentoppers zie ik dus een rok. Die, ja, hij is een beetje net te, dat hij niet zwierig genoeg is. En dan vind ik hem net een beetje, het is een beetje een klok. Model. Nee, ik zat heel veel te twijfelen om deze te passen, maar het is ook helemaal niet mijn kleur, dus ik hang deze terug. Maar op zich, ja, een leuke rok voor Lowlands, altijd leuk. Nou, hier zie ik weer wat blouse-achtige dingetjes. Wow, deze heb ik letterlijk gepast, zo eentje, een tijdje geleden. Luipaard, beetje boho. Ja, dit zou je leuk kunnen maken als je hem opendraagt en er iets gekkigs bij doet, maar dit vind ik net misschien een beetje te lastig. Dus deze hang ik ook weer terug. Nee, hoewel satijn ook weer helemaal leuk is. Oeh, ik moet even bij de lingerie nog kijken voor een leuk rokje met wat kant aan de onderkant en hopelijk een splitje. Daar ben ik nog steeds namelijk naar op zoek. Een linnen capri broek. Ja, dit soort dingen zie je gewoon ook weer echt helemaal. Dat heel veel mensen dat in, op TikTok bedoel ik, sorry. Op TikTok en Pinterest zie ik dat de hele tijd dat dit soort dingen gesteld worden. Maar ik zie dit gewoon echt nog niet. Ik vind die printen, ik vind het gewoon niet leuk. Ik sta nu even bij ook hemdjes en zo te kijken. Want soms zit er een leuk hemdje tussen met wat, of een kanten dingetje. Of een leuk ietsje. Dus we gaan even kijken of daar iets van tussen zit. Nou, kant, maar ook glitterstreep. Niet helemaal mijn ding. Oké, ik zie een groene riem. Dat wil ik wel eventjes bekijken. Anders ben ik de hele tijd heel erg benieuwd. En dan kom ik er in de paskamer pas achter dat het niet past of zo, weet je wel. Oké, die zo. Je kan dit niet zien. Maar hij past waar ik wil dat hij past. Dus die gaat in de mand. Ik ga hem zo meteen even allebei wat beter bekijken. Want zo goed heb ik het nu ook niet gezien. Maar ik ben enthousiast. Oké, ik ben nu dus bij de lange kleding. En aan de ene kant, waar ik net een beetje voorbij liep snel, is ook heel veel, hoe noem je dat? Ja, wetsuits en zo. Dus we gaan hier even in kijken. En wat mij heel erg leuk lijkt, is een jurk die dus heel erg leuk bij die groene riem past. Misschien een beetje een beige-achtige jurk. Dat ik hem een beetje zo kan poffen. Ik ben benieuwd. Ik ben nu hier beland en op zich is dit nog wel een lekker stofje, denk ik. Maar ik denk dat dit zo enorm tekent. En misschien ook zelfs een beetje een klein maatje is. En het is hier ook zo smal aan de onderkant dat het bewegen me niet heel erg lekker lijkt. Maar ik heb het gevoel dat dit aan de achterkant is. En dat je wel een beetje een mooie lage rug hebt. Size S. Ja, 80% polyester en spandex. Ja, het zal misschien een beetje een onderjurk zijn. Maar nee. En verder zit hier ook een beetje een carnaval tussen. Hier, do you believe? I am sexy. Nou, super fijn. En ja, zit hier verder nou iets leuks in? Nee, ik heb ook niet mijn camera überhaupt er eerder bij gepakt. Want niks was noemenswaardig eigenlijk tot nu toe. Dus dat is een beetje een tegenvaller. Maar dat geeft niet, dat geeft niet. En misschien zie je het wel. Ik heb een, twee topjes. Een rode en een beetje een wittige. Dus dan gaan we nu weer richting de rest van de kleding. Want meteen hier rechts is ook weer accessoires. Gaan we daar nog heel eventjes tussen kijken of hier iets noemenswaardig tussen zit. Nou, wat is dit voor kekke zonnebril? Kunnen we natuurlijk even opdoen. Maar misschien kunnen we dan lachen met z'n allen, want ik denk niet dat dit iets is. Is niks toch? Nee, ik denk niet trouwens. Nee. Misschien wil ik gewoon te graag iets vinden.
Hier zijn dus echt de leren jassen en zo. Daar heb ik dus echt heel vaak niet meer gekeken. Maar deze vind ik fantastisch. Ik weet nog niet of het nou bruin is. Volgens mij is het namelijk een beetje bruinig. En hij is dus een XXL Mel Polo. 52,50. Ik wil me eigenlijk heel graag passen. Veel te warm voor. Ik denk dat dit echt geweldig is. Veel te warm trouwens eigenlijk. Niet dat ik nu ook nog verder ga kijken. Maar al die anderen zitten een beetje allemaal in shackles. Dus die krijg ik er toch niet uit. We gaan even in de spiegel kijken. En ook even bij het terughangrek kijken. Want dat zit er letterlijk naast. Oeh, ik zie wel een goede lengte misschien qua broek. Ja, die ga ik wel even bekijken, deze broek. Want het is een hele mooie, volgens mij, witte. Oh, wat een goede lengte. Die gaan we even passen. Dus die gaat erin. Oh, ik heb nog steeds die leren jas aan, hè. En deze wil ik eigenlijk ook even passen. Ik denk dat die wel echt mega groot is. Maar let's give it a try. Deze, nee, is een skinny. Oh, cute. Ach, wat doe ik? Ik ga eerst heel even deze jas kijken. Want ik heb het echt enorm warm. Ja, hij is echt fantastisch. Hij is echt heel erg cool. Maar ik heb hem niet nodig. Ik moet het echt niet doen. Ik moet het echt niet doen. Hij is wel heel warm ook. Dus als in echt heel goed, denk ik. Nee, ik hang hem echt nu meteen terug. Nee. De rest van terughangrek ook gezien. En nu gaan we nog even verder naar de mannenkleding. Want volgens mij zijn deze broeken ook nog van de mannenafdeling. En daar heb ik nog niet eens gekeken. Oké, helaas zat er niks tussen. Maar we gaan nog even bij de kijken. Oh, wat is dat? Nee, dit mag niet meer. Ik zag even een ketting met een schelp, maar daar heb ik natuurlijk al 134 van. Dus dat mag niet. Maar ja, verder. Rokken. Als ik niet letterlijk dit broekje al aan had. Nou, niet letterlijk, want het lijkt erop. Maar het is gewoon een pantalon short. Had ik die meteen gepast. Die is echt superleuk. En maat 44. En iets betere kwaliteit dan degene die ik heb. Maar ik heb hem al. Oké, ik ga even passen. En ik bedenk me ook net, ik heb lange broeken gepakt. Die ga ik natuurlijk nooit aandoen. Maar hè, soms als je een fantastisch tegenkomt. Maar ja, hè, ik ga het gewoon proberen. Hij zit echt goed. Ja, natuurlijk is hij een beetje open hier aan de achterkant. Maar verder is het echt een hele lekkere broek. Een beetje lekker wijd. Maar dan boven is het misschien een beetje toch ruimte voor een mannelijk geslachtsdeel. Maar ja, ik weet niet. Ik weet niet wat het is, maar de kwaliteit voelt echt heel erg goed. Alleen denk ik dat ik de lengte misschien net niet vind. Maar ik had dit laatst ook al aan met slippertjes en mijn kitten heels. En toen vond ik eigenlijk weer deze lengte weer wat minder erg. Dus misschien ben ik weer van dat ik het heel erg vind dat ze zo tekort zijn aan het gaan naar best oké. Ik ga alleen heel veel naar buiten kijken, want ik wil het even wat beter kunnen zien. En het staat hier een beetje vol. Ja, ik vind het wel echt een leuke broek eigenlijk. Het is, ik heb en bil en hij zit een beetje nog slouchy. Dus niet te vormloos. Ja, ik weet niet wat ze. Oh mijn god. Hij is van Armani. Giorgio Armani. Oh. Kijk, dat maakt hem nog wat leuker. Hoe inhoudloos ze nou. Nou, ik vind hem mooi. Grappig. Je hebt er geen wouw bij? Oh, ik vind hem zo lekker zitten. Nu begin ik weer te twijfelen. Dan ga ik ook weer even nog een keer kijken. Als ik aankom, hij heeft er geen wouw bij. Ja, ik zou je eerlijk toegeven, nu ik er nog een keer naartoe loop, ik misschien ook wat minder. Ja, ik ook wat minder. Oké, de Armani broek was 10,50 euro, 56, zoiets. Deze is een lengtemaat 34, dus dat is wel altijd heel erg lekker. En deze is volgens mij 6,85 euro. Ik heb die broek toch niet gedaan. Hij had ook een beetje echt wat meer stof bij het kruis. Dus niet het. En ik heb nog een witte broek. Dus. En ik heb thuis wel een witte broek die op zich oké is. Deze is wat te groot. Maar wel weer een betere lengte. Maar het is echt een beetje een flirtbroek. Leuk, want dit is volgens mij wel een mannenbroek. Grappig. Maar hij is ook wat groot. Ja, precies. Niet zo. Het is hem niet, maar ik vond hem gewoon heel grappig eigenlijk.
Ik had dit hemdje, maar ik zie nu dat het een XS is en hij gaat gewoon niet goed passen, denk ik. Want het achterkantje is niet verstelbaar en dat heb ik meestal wel nodig, helemaal als zo'n kleine maat is. Dus deze ga ik niet passen. Ook echt wel zo zonde dat er zo midden in het topje een kaartje in zit. Ik heb hier mijn eigen hemdje nog even onderaan, want ik kwam er al heel snel achter. Dit is dus echt weer een mega dikke stof, wat eigenlijk echt super mooi is. En ik denk dat, natuurlijk zonder BH, maar met een colbert eroverheen, dat dit echt in de kerstperiode, want het is echt best wel een mooi topje, echt wel wat kan zijn. Hij is ook dubbel gevoerd hier, dus zou misschien ook nog kunnen zonder BH. Maar het is echt bloedbenauwd. Oké, de groene riem heb ik nu aan. En ik vind hem leuk en gelukkig, want het veiligheidsdingetje zit erin. Maar er was nog één gaatje over. En die past precies, dus ik ben hier wel helemaal blij mee. Ik kan me nou niet heugen dat ik echt een hele leuke jurk heb die hier goed mee te combineren valt. Dus misschien moet ik gewoon even lekker zoeken in mijn kast. En anders vinden we zo meteen nog wat. Want we gaan nu lekker naar de volgende kring. En deze is 5,25. Moet zeggen, vind ik echt heftig. Vind ik echt duur. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. En ik vind de kleur heel erg leuk. Dus that's it. Oké, mijn oog viel nog heel even op deze ring. Maar hij is 27,50. Het is wel echt zilver en een jadesteen. Dus ja, het zal het waard zijn. Maar ik weet ook niet of ik hem pas natuurlijk. Maar daar was ik heel even naar blijven kijken. En hier nog verder niet echt iets. Een hele pink jellock set. Goede stijl. Of in ieder geval, wat is het? €35. En er staat ook echt bij. Nieuwe prijs €109. Dat staat hier net geschreven. Naar de Noppes in Hoornzwaag. En oh, ik zie allemaal ook dingen voor kleingoed. Maar we gaan even lekker meteen door naar kleding. Want dat is natuurlijk wat ik nodig heb en wat ik zoek. En jullie weten natuurlijk wel. We gaan natuurlijk meteen naar boven. Maar jullie weten wel, hier ga ik eigenlijk altijd naartoe. En waarom? Omdat hier in de buurt natuurlijk nog een rattenplan zit. Nog een kringloopwinkel. En eigenlijk de doorkas is er ook. En die zou open zijn vandaag. Maar ze zijn dicht wegens vakantie. Dus die gaan we niet bekijken nu. Ik begin meteen links de hoek om. Omdat ik natuurlijk op zoek ben naar een goede jurk. Maar misschien is een lange jurk ook wel te warm. Maar we gaan hier even kijken. Ik zat ook te denken, een lange rok heb ik natuurlijk wel. Dus als ik een leuke lange rok aandoe en dan die riem eroverheen, ook heel erg leuk. En laatst zie ik dit ook meer, dat je een beetje groen op groen doet. Zou ook leuk kunnen zijn. Dit is alleen denk ik niet helemaal de jurk voor mij. Is een 3XL, dus dat gaat niet mooi zitten. Maar ik ben wel een beetje benieuwd naar hoe dat gaat staan. Zeg maar zo ton sur ton, dus kleur op kleur. Wat hebben we hier? Die moet ik even beter bekijken. Dit kan ik wel even bekijken. Ik zag ook deze. En op zich vind ik deze wel leuk. Alleen het kraagje dus niet. Maar dit gedeelte wel weer. Dat ik denk dat dit wel iets kan zijn. En ik denk dat het kraagje... Oh, het is ook maat 36. Hey. Zien jullie wat ik zie? En nee, deze lijkt me niks met de riem. Want qua kleur zit net anders. Maar voor gewoon. Deze is fantastisch. Ach, het is een XL. Wat een geluksmomentje. Deze gaan we passen. En die andere rok, ik heb hem even goed voor me gehouden. Die was veel en veel te groot. Dus die heb ik teruggehangen. Maar hier ben ik nu al blij mee. Want hij is ook qua lengte niet verkeerd. Ja, ik weet niet wat ik met groen heb. Maar dit soort rokken zijn ook weer zo leuk. Maar ik denk dat deze, dat ik deze dan net te lang vind. Dus ik kan wel even kijken hoe ik deze vind als ik hem wat korter maak bij mezelf. Ja, het is wel echt een hele specifieke print weer, maar ik voel er iets bij. Dus die gaan we gewoon even passen. Och, deze is heel mooi, maar het is een klein maatje. Van United Colors of Benetton. Very pretty. Oké, nog even bij de tassen kijken. En de vorige keer dat ik hier was, had ik trouwens echt een hele foute tas gezien. Ik denk dat die al lang weg is, want het was een neppe Gucci. En mocht je dat... En, sorry, ik was even afgeleid door deze tas. Hij is wel grappig, maar het is hem niet. En als je de aankomende weekvlog kijkt van woensdag, dan zie je... Dat ik mijn allereerste Gucci tas heb gekocht. En ja, weer op Katowiki. Echt een stijl, echt een stijl. Ik vind deze dus oprecht, oprecht cute. Die ga ik even passen. Oh, ze lopen wel lekker. Ze zitten alleen heel losjes. Ik vind dit wel grappig eigenlijk. Eerlijk gezegd. Maar nee, het is net op het randje. Nee, net op het randje. Die ga ik niet doen.
Ik vind ze wel echt fantastisch. Oké, ik kijk nu even een beetje bij de gebreide dingen. En ja, dat is natuurlijk veel te warm voor nog. Maar ik zou even een foto inediten van een Instagram foto die ik op mijn For You page kreeg. Waarvan ik echt dacht, oh my god, zo'n vestje, dat moet ik eigenlijk hebben, joh. Dus sindsdien kijk ik een beetje weer voor naar uit. Maar ik heb het nog niet echt gevonden. En ik denk ook dat als ik het dan zelf aan heb, dat ik dan misschien denk, nou, doe me niet. Maar hè, who knows. Dus we kijken er gewoon een beetje vooruit. Nou, laten we deze maar even passen dan. Leuk. Hoe toevallig was dat? Maar ik ben al een beetje bang dat hij misschien bij de mouwlengte te kort gaat zijn. Maar we gaan het gewoon proberen. En bij deze tafel gaan we natuurlijk ook eventjes kijken. Armbandjes. Hoe heette die ook weer? Clipoorbellen. Van alles. Het zijn ook clipoorbellen. Een soort van niet afgemaakte croissantjes. Oké, hier zie ik nu een wat grotere lingerieafdeling dan net. Dus daar ga ik heel even kijken voor dat rokje. Want er zat niks tussen. Alleen een beetje een paar hemdjes. Hier zie ik nu ook niks op me krijgen. Oh, ik ga even kijken, want ik heb er nu hier één vast. Maar dat is niet echt een kanten onderkant, maar een beetje. En geen split. Ik ga gewoon even kijken. Oh, deze heeft zeg maar een kanten. Hoeveel kanten is dit gewoon een topje? Ik denk dat het een topje is, want hier zie ik zo'n... Jezus, ik weet niet of het goed gaat daar. Een dingetje aan waar dan een bandje aan zou kunnen passen. Maar ik dacht heel even dat dit aan de bovenkant van een rok was. Had fantastisch geweest. Oké, ik zie iets wat ik wil, maar dit is echt niet de juiste uitvoering. Maar ik kan het wel even laten zien aan jullie. Want ik heb het dus op Vinted gekocht en ik hoop dat het binnenkomt. Dat ik het nog aan jullie kan laten zien. Maar het is een riem met vakjes. Want ik heb er namelijk één gezien van Massimo Dutti. En die is echt, die is prachtig. Echt, ik zit er nog steeds over na te denken. Ook al heb ik er eentje via Vinted gekocht. Om, als die van Vinted niet goed is, dan koop ik die van Massimo Dutti. Die is dan €130. Dus hij is echt aan de prijs voor een riem met een vakje. Maar echt zo mooi. Ik zal hem eventjes laten zien op het moment dat ik de Vinted riem ding binnen heb. Want, nou, hier zijn nog eventjes... Ja, blouses, daar ben ik nooit zo heel erg van. Ik weet gewoon dat ik bij blouses nooit echt zou slagen. Lange mouwblouses zoek ik ook eigenlijk helemaal niet. Oké, in het pashok. En nu zie ik ook weer, ja, ik moet gewoon te veel wennen aan die rokken. Dat aan het printje, zeg maar. Maar ik ga hem toch even passen, hoor. Want wie weet, hè, het kan je nog eens verbazen. Maar oké, ik ben nu echt al helemaal verliefd op deze. Dus daar ben ik echt blij mee. En wat ik al zei, mouwlengte. Ik ben er bang voor. Maar toch echt super grappig dat ik hem zo tegenkom. Precies wanneer ik het zei. Ja, hij is ook echt wat hoger dan hoe ik normaal rokken zou dragen. Hij kan ook niet lager. Qua maat, zeg maar. Maar ik, ja, ik zie het wel. En als je dan een kittenheel aan hebt, oké. Okay. Maar ja, ik vind die onderkant, dat flubbige, wel leuk. Maar dan... Ja, ik weet het gewoon niet. Ik vind het heel moeilijk. Dus ik denk gewoon dat het goed is dat ik het nu gewoon heb gepast. En dan moet ik het gewoon een beetje weer blijven proberen. Misschien kan ik ook even op Pinterest een soort van Pinterest-board aanmaken. Met allemaal dat soort rokken en foto's ervan. En dan iedere keer ga ik het proberen. En dan vanzelf vind ik het leuk staan een keer. Oké. Nu naar die. Ik ben echt ready om helemaal weg ervan te zijn. Ja, helemaal weg van. Gewoon echt super chill. Echt een mooie rok met laagjes. Ja, blij mee. Naar mijn t-shirt een hemdje gewoon aan. Past niet met hemdje. Oh. Nou. Oké. Jo, hij is een beetje onscherp, zie ik nu. Sorry. Ja, het is een beetje donker hier binnen. Sorry, maar deze vind ik heel erg leuk. Bikini top eronder. En dit broekje bijvoorbeeld. Ja, ik zie Lowlands. Ik weet niet van jullie. I love it. En nu bij de Rattenplan. En mocht je ziek bezoeken, die zit daar bij snackbar. Ik heb ook even een broodje. En bij binnenkomst meteen even kijken bij de sieraden. Oh mijn god, ik ben helemaal mijn broodje aan het eten. En ik heb de hele tijd niet bij kleingoed of bij dingen gekeken, want ik had helemaal geen zin in. En nu op een of andere manier dacht ik, ik moet mijn broodje nog even opeten. Ik slent wel een beetje tussen de kleingoed, want dan kan je heel veel zien, hoef je niks te pakken, weet je wel. Herkennen jullie hem? Mijn pizzabord.
Deze is alleen best wel beschadigd. En ik heb deze dus al. Ik heb al een tomaat, een paprika en dus aubergine. 2 euro, dus heel erg leuk. Maar, oh, die zat hier trouwens. Maar zoals ik al zei, ik heb die dus al. En ik wil eigenlijk toch geen dubbele. Ik twijfel, één keer zeg ik van wel, andere keer zeg ik van niet. Maar ja. Leuk dat ik hem weer een keer gezien heb. Wow. Jullie sturen best wel vaak foto's dat jullie hem hebben gevonden en gezien. Maar ik niet. Maar volgens mij is er ook gewoon niet een andere dan een van die drie. En sorry dat ik even mijn mond vol, maar ik heb gewoon heel veel trek. Oké, bij de schoenen niks gezien. En ik kijk nu eventjes bij de riemen. Want ik heb dus mijn favoriete riem ooit hier gekocht. Dat was een hele mooie grote rode. Maar ik heb natuurlijk al een riem vandaag gevonden. Oh nee, jammer. Ik dacht even dat dit een heel erg leuke cover voor over een bikini had kunnen zijn. Ik weet niet welke maat het is. Een maxi knit rode jurk. Hij komt gewoon tot de grond. Dit kan iemand echt fantastisch staan hoor. Kijk nou, gewoon helemaal tot de grond. Fantastisch. Veel te warm, maar fantastisch. Dit is weer zo'n leuk gehaakt vestje, maar ik heb er net al één gevonden. Dus deze gaat ook niet passen. Maar wel leuk. Niet iets voor mij qua print, maar er zijn heel veel meiden die dit heel goed kunnen stylen. Weet jullie nog wat ik echt letterlijk net nog zei? Van blouse met een lange mouw hoeft niet. Maar ja, blauw is echt iets wat mij altijd trekt. En dit oogt als een oversized blouse qua mouwen. Maar ik heb het gevoel dat hij hier dus strak zit. En dat wil ik even zien. Dit had fantastisch kunnen zijn. Maar ik heb hem even met een hanger even vastgeklemd. Dat het idee dit dus is. Dat hij dus smal zit. Hier goed. En hier ook wijd. En op zich met dat klemmetje is dit wel echt een perfecte top. Want precies hier bij de boob gaat hij wijd. Dus dan kan je dat weer accentueren. Dus ik denk dat dit een perfecte blouse is met zo'n knijper. Best wel een stuk. Die klem. Oh, filmde ik nou de muur? Ik weet het niet, maar zo'n stuk stof. En mee met een vrouwenblouse. Jeetje mina. Ik zit even met mijn bonnen. Ik ben één bon kwijt. En precies die van Noppes. Want daar zijn precies zeg maar de kledingstukken niet geprijsd. Omdat zeg maar vestjes zijn een specifieke prijs. Maar ik heb hem dus gekocht. Geen idee wat ik ervoor heb betaald. Ik gok iets van 4-5 euro. Denk ik. Ik denk ook, ik heb hem nu ook al aan, ik ben er zo blij mee, dat ik iets van 5 euro, misschien 5,50 of zo, heb betaald voor de rok. Ik ben er echt, ach, ik vind deze ook een heel leuk lookje zo met z'n tweeën. En de top heb ik trouwens van Vinted en die is van origine van Zara. De groene riem heb ik ook gekocht en die was 5,25 euro. Ik vond het best wel aan de prijs. Er staat niet echt ergens in of het bijvoorbeeld echt leer zou zijn of echt suède of zo, maar het voelt wel echt heel erg goed en ik vind hem heel erg leuk. Dan, ik heb het toch gedaan. Ik vind het zo erg eigenlijk van mezelf, maar ik wil het eigenlijk gewoon een keer proberen. Het corsetgevoel is het eigenlijk. En ik had een aantal ideeën. Of ik kan aan de achterkant echt een touw er doorheen gaan spannen, of ik kan aan de binnenzijkanten wat innemen. En dat leek me gewoon een heel leuk project om iets van een blouse te doen. Ik zie dat namelijk de hele tijd op mijn TikTok for You page. Dat er blouses worden vermaakt en er iets prachtigs mee gemaakt wordt. Touwen, kralen erin worden gezet, erop geborduurd wordt. En ik ben gewoon helemaal geïnspireerd en ik dacht, lijkt me best wel leuk. Dus deze heb ik ook gekocht. En deze was dus bij Rattenplan €4,99. En dan nu natuurlijk eventjes nog de riem. Dit is de riem van Massimo Dutti en ik vind hem fantastisch. En misschien als je hem zo ziet dat je denkt, moi, maar ik heb hem dus gezien op Instagram, dan had iemand hem aan. Toen ben ik gerezen naar de comments. Van waar is die riem van? Massimo Dutti. En ik heb hem alsnog niet losgelaten. Maar ik heb dus op Vinted iets anders gekocht. Die ga ik even bijpakken. Een hele andere vibe. Maar toch dacht ik, misschien is dit ook wat. En hij was nog nieuw met kaartje. Hij was €16,50. Het is een beetje een gouden detail. Ja, het is niet echt goud, maar neigt richting goud. En nee, niet op deze look, maar wel op zo'n soortgelijke look. Dat we dit best wel, ja, ik denk echt dat heel veel mensen denken, nee, nee. Maar ik heb toch het gevoel dat dit iets kan zijn. Ik vind het gewoon interessant. Ik vind het gewoon iets nieuws. En ik hou er gewoon altijd een beetje van. Dus ja,
Dat is deze. Er is ook natuurlijk maar één passend woord voor de video en dat is natuurlijk groen. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag woensdag weer met een nieuwe vlog. Doei doei!